Binnen het defensieapparaat is er geen behoefte aan een vakbond. Dit zei defensieminister Krishna Kumari Mathura vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. De minister zegt dat in geval er behoefte zou zijn aan een bond, zij al daarover geïnformeerd zou zijn. Nou, in het leger heb ik nog nergens gemerkt. En dat is ook op geen enkele wijze formeel met mij gecommuniceerd als minister. Dat men een bond wil. Niet door manschappen, niet door onderofficieren, niet door officieren, niet door de leiding van de legerorganisatie. Ik heb wel van individuele leden, misschien één of twee, gezien dat ze naar de media zijn gestapt. En ze zeggen dat ze een bond willen, maar in het leger, binnen Defensie, is er op geen enkele wijze hierover gecommuniceerd. En niemand die zegt van, we als groep of afdeling, minister, we willen een bond. Nee, dus hiervan ben ik eigenlijk formeel helemaal niet op de hoogte. Mathura zegt dat er een goede communicatiestroom is binnen het legerapparaat. De bewindsvrouw vindt dat ze goed op de hoogte is van de ontwikkelingen op elk niveau. Ze is regelmatig in overleg met alle organen binnen de defensieorganisatie. Eigenlijk kan ik zeggen een hele goede samenwerking, een hele goede communicatie. En eigenlijk ook in de uitvoering van het werk, zeg ik, ben ik tevreden. Natuurlijk gaan we voor verbeteringen en nog meer activiteiten die we gaan uitvoeren. Maar het is een prettige werksfeer binnen Defensie. Dus Krishna Kumari Mathura, ze zegt dat er steeds meer partnerschappen worden aangegaan binnen de CARICOM. Schreef tenslotte aan dat de overlegmomenten tussen Brazilië, Suriname, Guyana en Frans-Guyana verder geïntensiveerd zullen worden.